Hey YouTube vrienden en welkom bij een nieuwe video. We zijn nog steeds in Duitsland. We waren alweer onderweg naar Nederland, maar ja, we gaan weer even laten seksclub tegen. En wij als mannen natuurlijk. Dan begint je dop te kriebelen. Nee, dat is gewoon onzin. En we gaan even kijken of we binnen kunnen komen. Daarvoor zit nog een barretje. Ik zie alweer een ingang. En waarom gaat het altijd zo makkelijk bij ons? Echt. Wat zei je? Altijd. Nou, oh nee, hier kunnen we niet naar binnen. Oh kijk, een bed. Ofwel, staat alles tegen die kast geparkeerd. Nee, ik ben hier zo wel naar binnen, denk ik. Oh, die is ook open. Nou, laten we voor de deur gaan. Oh, ik zit nu met mijn handen in de brandnetels. Die shit op slot. Deur geschroefd. Ja. De camera hangt er half stok. Nou, we gaan gewoon via het raam naar binnen. Zullen we er nu vast aan? Ja. En dan klemt hij gewoon weer. Succes. Ja, als je dat niet open krijgt, dan zie je dat ik slappeling ben. Nou, die zit gewoon vast. Auw, kutverdomme. Kutbrandnetels. Ja, jij leeft nog een mooie korte broek. Ja, nu gaan we. Die deur kan wel los zijn. Ja. Echt van die rode lampjes daar. Ja, dit was alweer een seksclub. De tweede in één op één dag. Ja, wanneer jullie dit kijken niet. Maar wanneer, ja. Ik hier ben wel. Nou, dan gaan we naar binnen. Ja, klopt. Alsjeblieft. Kunnen we niet in de lucht? Nee, komen we niet. Zit die deur vast? Ja, de klink is eruit. Oh, nou, kom maar. Link is eruit. Dus het leek zo mooi, maar dit is het gebouw. Kijk hoe mooi uitzicht. De wolkjes, het zon begint te zakken. De wolkjes worden wat mooier. Ik loop met mijn klauwen in de brandnetels. Hiervoor heeft ook nog een soort grillroom gezeten. Voor grillen, achter. Ze werd er ook gegrild. Gewoon snel zijn voeten en overheen. Dicht, dicht. Dicht. Allemaal dicht. Hier. Oh, twee oude autootjes. Bij de aanrijding gaat zo te zien. Er is al een pad gemaakt hier. Loop gewoon door. Oh, ik ben nog branden en zo aan het knuffelen. Hè? Huh? Ja, een pad. Maar ik kan daar niet zien, dan moet ik verder lopen. Dan moet ik hier verder kijken. Door de jungle boes. Hier is er weer een plaatje ingeschroefd.
Ja, ze hebben het wel geprobeerd allemaal. Oh, dit worden brandnetels. Ja, daar komen we ook niet verder. Helaas. Helaas. Ja, hier maar. Tegen die deur staat ook allemaal rotzooi. Ja. En dit is ook allemaal vieze bende. Ik weet niet of ik het gefilmd heb, maar ik heb wel één sekskamer gezien. Een bed, rode lampjes. Zou te makkelijk wezen, joh. Zou te makkelijk wezen. Oh, warm in de lucht lopen. Zo min mogelijk brandnetels aantikken. Ik haat die dingen. Echt heel erg. Hier nog even kijken. Ook geen mogelijkheid. Wat naakslakken. Lekker man. Oh, brandnetel. Wat een pad is, jongen. Pad des avontuur. Voor een seksclub. Ik kan niet zien wat erin is. Even kijken. Nou, dit zijn gewoon echt stallen geweest. Als iemand doggie wou doen, dan kun je in een hok zetten. Geen idee. Ook nog meer auto's. Ja, somber zuur. Nee, kan je er niet in. Alle deuren zijn dicht. En je komt bij één raam naar binnen. Alleen die deur die erachter stond was ook helemaal geblokkeerd. Zag je helemaal de planken er tegenaan gegooid, gezet, gedaan. Hier is de ruimte, daar mist alleen de klinker uit, hè? Welke? Nee, waar is hij daar? Ja. Dus, maar het is wel de verkeerde kant op. Maar als je een goede trap geeft, zijn we binnen. De deur gaat naar binnen toe. Dus kijk, als je naar buiten gaat, trap je één keer en heb je de deur open. Maar nu moet je hem naar binnen openmaken. Nou, plat gelopen, hè? Ja, de meerdere hebben het geprobeerd. Had ik het achter ook lopen met me kijken. Meerdere mensen die hebben een poging gedaan. Die heb ik al geprobeerd. Deze niet, maar... Ja, maar het is helemaal goed hun best hier gedaan. Ja, kruis, planken erachter. Jongen, tien, van end op. Scheidbeest. Ja, raar klimmetje naar boven, maar... Heel veel kleding, joh. Zakjes. Nou, dat komt. Dat is van die Turk, denk ik. Ook aan die pizza bakken. Oh, dat kan. Maar zou die dan voor seksclubben bij hebben gehad? Ja, dit zit hier tegen. Dit is geen zwaarmetellen. Oh, als we hier niet verder kunnen. Oh, aan mijn kassen. Nu toch weer eens zijn, jongens. Oh, dit zijn alleen de toiletjes. Hier komen je van niet weg. Dit zijn alleen de pleetjes van koelkastjes. En wat een zand. Nee, dat was van alles. Ja, echt heel veel. Bier. Pils.
Leg even een blokje tussen. Leg er even een blokje tussen. Oeh, een trap omhoog. Kijk dan, een hele ton met vet. Hier niet met de lamp schijnen. Ja. Ja, we zijn in de slikbaar. Het ruikt wel helemaal naar kabak nog. Koolcelletjes. Koolcelletjes. Dan ruikt hij zo een kebab in en dan. Kebab. Hier de hele kebabkeuken. De huizen. Ja, leuk. Ja, tot dit is het helemaal mooi gemaakt. En dan ga je hierheen. En dan is het mooi afgetrapt. Oh, dat is voldoende. Ja. Zet er nog wat in de vriezer. Oh, ijsstokjes. Ja, heel klein koelcelletje. Een oventje nog. Ja, mooi. Ja. Die andere deur denk ik echt door. En ik zag een trap omhoog. Hier. Is die deur? Probeer je dat? Ja. Hier is hem omhoog. Nee, ik wil eens hier even kijken. Een rode deur. Een blauwe poeder. Nee, bluspoeder lijkt het. Oh, en het bordeel, jeetje. Kijk, meteen zo'n dansdesk. Spiegeltjes. Het ruikt hier gewoon helemaal naar seks. Sorry jongens. Even. Kunnen we hier naar buiten? Nee, die zit dicht. Wat zeg je? Oeh. Oh, dat is muziek. Cool. Hier nog een heel boek. Video, 50 euro. 607 euro. Bellen. Oh. Ja, 16. Hier al die namen in. Nima. Nima is goed. 40 euro. Oh, hier zag je wat die meisjes verdienden. Ja. Ja. Kijk, Monique, denk ik. 40. Oeh, een sexy dingetje. Lekker hoor. Ah, en natuurlijk de Billy Boys. Hey, de Billy Boys. Oh, we hebben nog een bovenverdieping. Oh ja, hier kan je er niet in, dat is gewoon weer afgezet. Balk. Wat is dat van de kast? Gewoon gereedschapkast. En tuinkast. Ja, hier stonden die dametjes lekker te dansen. Zo, het eerste neukhok is gevonden. Dan moet je kijken. Dat is hier gelijk achter de granen. Ja, waarschijnlijk. Van de club nog. Ja, ja, grappig. Hier is ook nog een deur, Jelle, voor je. Maar dat is een nooduitgang misschien? Nog niet, nee. Oeh, een hele lange gang met allemaal kamertjes. Allemaal penetratiekamers. Allemaal boom boom rooms. Oeh. Oeh.
Het ruikt hier ook echt nog. Het ruikt hier echt naar seks, hè? Ah, een beetje die karpen. Nou, dit is gewoon het keukentje. Jezus, stinkt. Dit is die deur waarvoor we stonden, Jelle, kijk. Hij dacht van, ja, ik ga dat raam niet blokkeren, ik blokkeer gewoon deze deur van binnenuit. Zo, hakjes. Mooi, we kunnen daar zo naar buiten. Hebben we extra uitgangen. Hè? Op je hoofd. Ik heb hier ook nog hakjes gevonden. Kijk nou, een bank. Oh jongens, het stinkt hier echt. Mijn kleding nog. Condooms, lippenstift. Hier. Ja, er liggen nog condooms, lippenstift, hakjes, kleren. Scheermesjes, ja, zweetgeur is het een beetje, hè? Ja. Weet je, ja, heel wat van zweetgeur zou dat wezen. Oh. We hebben echt 100 toegangen gemaakt. Die man moet maandag alles weer afsluiten. Oh, je ruikt het ook gewoon echt naar die vrouwen. Je ruikt gewoon vrouwenparfum, zweet. Het ruikt gewoon helemaal naar seks. Godverdomme. Niet dat seks vies is, hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar, lijkt me seks van andere ruiken. Moet je hier ruiken, joh. Je ruikt de Barbara nog. Ja, van. Hier allemaal vieze vlekken op het bed. Godverdomme. Ja, het is nog een beetje zo. Peukjes naast het bed. Nou, ik vind het wel echt nodig. Oei, 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 oei. Ja, het ruikt hier echt nog een beetje. Het is wel vallig. Daar was ik ook nieuwsgierig naar. Tuurlijk. Zo. Zo. Oh, hier was het. Oh, jongens, wil jullie kijken. Dit soort dingen komen we tegen. Zo. Een pop. Ja, dat ruikt echt nog een beetje. Bizar, hè? Opvallende. Een handdoekje. Kijk, maar dit was de kamer van Barbara. Ja? Dat staat op de deur. Barbara. Barbara. Nou, die trap gaan we maar even omhoog heen. Dan gaan we de bal vanaf allemaal. Kamertjes. Dat wil Jelle wel, ja. Dat vindt Jelle leuk. Een stringetje. Ja, dat is allemaal van de trap. Ja, grappig dat die geur daar nog in aangaan. Op dikke geur dat daar gaan heeft, joh. Ja. Bijzonder, hè? Dat het nu nog gewoon helemaal vlak met seks. Ik heb een leven wel. Nou ja, dan kunnen we er niet door. Maar eerst. Hij gaat er allemaal door. Waarom doen? Ik heb hier een deur op slot. Terwijl er geen raam meer zit. Wat heeft het nou voor zin? Dat is weer. Ja, raar is die. Zijn we staat
een stoel voor. Jezus. Nou, dit is meer opslag van die man, denk ik. Dat is nog wel weer een trap omhoog. Wat zag ik hier? Oh, videoband, dat is de Bijbel. Kijk, deze mensen hier. Hun vakantiefoto's. Oeh, koesjes. Ja, van die mensen die hier waarschijnlijk gewoond hebben. Hier zijn ook wat mensen. Maar die vond ik niet echt een voordeel in de schoenen. Zijn hier pizzabakkers? Nee, deze niet. Is dit al van ruimte? Hé, hey Jelle. Ja? Moet je dit zien? Hoe kunnen we hier komen? Huh? Hoe kunnen we hier komen? Wat is dat? Oh, kijk maar. De route waar jij toe. Hè? Nou, ik weet niet wat het is, maar... Allemaal glazen nog. Twee barren. Hier kan je dansen. Ik zou wat meer licht in schijnen. Heb je ook bankpapier in 2007? Die werden de privéfeestjes gegeven misschien. 2000 wanneer? 2007. 7? In 2010. Oh. Maar we hebben niet een ingang gezien waar we naar heen komen. Daar nog wat vet. Nice. Oeh, die vloer vind ik wel leuk hier. Ja, beneden dit was echt van dat mannetje, denk ik. Ik dacht echt, dit is echt vol. Maar echt een paar kamers, werkt hier niet zoveel. Kijk dit dan, wat hij gedaan heeft. Hier. Oeh, nog een trap omhoog. Wat een verborgen kamertjes hier. Het zal het zolder wel zijn. Zo. Oh, een bof. Dit is nog een mooi bedrijf. Ik heb het gewoon weer aangesloten. Hey, ja. Zou die nog over gaan? Nou, oh, wel een mooi bankje. Hier wel wat was hier? Nee, die zit op slot. Ja, maar dan kom je in deze kamer uit. Is er nou iemand naast dat zwemmen of ben ik nog gek? Ja, dat dacht ik ook. De zolder. Met nog een gekke deur. Dit is jammer. Die is gesloten. Ja, want daar is die hele club. Ja, naast de... Dat is goed, jongen. En hoe moeten we hier nou komen? In deze fitte club. Ja, je handen. Ja. Ja, want voor mij zit hier onder die seksbar en zo, daar. En hadden we niet een deur daarheen? Zie ik dat verkeerd? Oh, wel een hele lange ladder. Flessen drank nog.
Jeetje, ventilator aan het plafond. Ja, vroeger kon hij nog gewoon hier een beetje naar beneden kijken. Ja. Dat is toch wel mooi. Heeft hij goed bedacht. Nou, we snoepen. Ja. Hij had ook wel eens ruzie met Poli of zo. Dus iemand heeft het hele ding groter geslagen. Ja, wat dan? Oeh, wat is dit? Oeh, shampoo. Hij doet het ook nog. Dat hoor. Shampoo niet lijkt me. Hm? Wat staat hierin? Nee, dat is productiedatum. 0410, maar ja, welk jaar. Hier ben ik wel een beetje. Bandje. Ja, die hele kamer is echt zo'n lekker vaart van de. Ja, echt. Zou ik dan vragen waar die vrouw niet naast zijn? Zou die. Ja, andere seksclub. Zou dit de ingang niet geweest zijn? Nee, wel. Godverdomme. Heb ik op domblokken voor gestort. Ik had wel moeten aan op dit wezen, maar dit is de wand. Oh, zo ja. Nee, hier komen we weer in de zoekplaats. Ja, maar daar heb ik ook heen gelopen. Aan die kant. Nou, dan moeten we hier nog even kijken. Dat is die rechts dan, hè? Hierachter? Nee. Oh nee, het is gewoon een plank. Daar is het toch? Hè? Ja, maar dan zit het aan die kant. Voor mijn gevoel. Wat stond dit? Nee, toch? Die dichtgemetselde muur, daar zit het achter. Ja. Nee, dit is weer die kamer van Barbara. Ja, dat denk ik, ja. En dan kan je natuurlijk nog via de hoofdingang erin. Maar die hebben ze afgesloten, maar daar ben ik net langs gelopen. Ja, van dat gedeelte. Helemaal zwart, hè? Een brand geweest of zo. Ja. Volgens dan wat dichter mensen leven. Hier aan de slaapkamer is, ja. Apart, hè? Ja, dat is wel privé. Hier zit nog wel een deur. Huh? Hier zit nog wel een deur. Dan moet ik het kast achterin, denk ik. Waarom zou je dat dan? Waarom moet je dit dan weer dichtmaken? Dat snap je niet. Nee. Ja. Naar huis. Wat gebeurt er? Dit raam nog verrukken. Niet, die zit op slot, heb ik al geprobeerd. Ja, alweer. Ja. Oké, mensen, dank jullie wel voor het kijken naar deze video in de Vlaatse Sexclub. Grillroom, discotheek achter waar we niet in kwamen, want ik heb dicht gemetseld. Vergeet niet te abonneren en die blauwe duimpjes omhoog te doen. Wij gaan in huis volgende week, wanneer we weer een urbex als we op aan de deur zijn geweest. En anders een andere video, maar dat zien we zelf aan de volgende week. Vergeet niet te abonneren en blauwe duimpjes omhoog te doen. En zeg van nu, ik check jullie later.